alle examens waren echt een eitje. Dat is echt gewoon bizar. Vanmiddag heb ik dus mijn Engels examen. En ik heb gisteravond de hele avond geleerd, dus ik denk dat ik goed voorbereid ben. Ik weet het wel zeker. Ik heb allemaal precies grammatica stukjes heb ik overgenomen. En heel veel leesteksten geoefend. Dus dat gaat zeker goed komen. Ik ben erg benieuwd naar hoe het examen eruit ziet. Of hij net als de andere drie makkelijk of moeilijk is. Vandaag heb ik mijn examen Duits. Ik maak me niet echt zorgen, omdat het toch maar een leestekst is. En in leestekst ben ik op zich wel goed. Ja. Heb je er zin in? Nee. Ik haat examens nu al. Nou, ik zie jullie zo. Ik ga met een positief gevoel ga ik mijn examen in. Goed voorbereid, dus dit moet sowieso helemaal goed komen. Ik heb vandaag twee examens gemaakt, Duits en wiskunde. Ik was heel erg bang voor wiskunde, omdat ik wiskunde echt heel moeilijk vind. Ik heb er geen slecht gevoel over. En Duits, ik vond Duits best makkelijk, maar de meningen waren daar heel erg over verdeeld. Oké, jongens, ik heb net mijn Engels examen gehad. Ik ben nu net terug. Het waren 38 vragen. Ik had anderhalf uur de tijd. En ik was na drie kwartier was ik gewoon al klaar. Alle examens waren echt een eitje. Dat is echt gewoon bizar. Ik vond het ook super tof om te vloggen voor de Telegraaf. Ik vind het echt heel jammer dat het voor de examens nu over is met het vloggen. En ik hoop dat ik jouw tips en gewoon zekerheid heb kunnen geven voor jouw examens die je misschien ook dit jaar of volgend jaar of het jaar daarop hebt. Fatima, Lewis en de rest. Ik ben heel erg tevreden over mijn examens. Ik hoop dat het bij jullie ook super goed ging en dat jullie ook tevreden zijn. En ja, ik hoop ook dat jullie het erg leuk vonden om te vloggen. Ik heb morgen mijn laatste examen economie. Daar heb ik nou bijles voor. Maar het was zo warm dat we even een ijsje weer hadden.